Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En zoals je ziet ben ik thuis. Ik zit lekker warm tegen de verwarming aan, want het is hartstikke koud buiten. En omdat ik niet op stal ben, betekent dat een nieuwe Q&A video. Want, tromgeroffel, zoals jullie, als jullie me volgen op Instagram, hebben kunnen zien, heb ik een nieuw paard gekocht. Nou, en een nieuw paard betekent natuurlijk allemaal vragen. En vandaar de Q&A. Dus ben jij benieuwd over alles van mijn nieuwe paard? Blijf dan kijken. Ik heb op Instagram een story gezet met een vragen dingetje. Dus dat betekent, stel al je vragen. En wil je daar ook ooit een keer een vraag stellen in een video, moet je mij even volgen op Instagram. Want in mijn stories zie je elke keer vragenvlakken voorbij komen. En dan wordt jouw vraag misschien wel gesteld in mijn video's. Maar er zijn al flink wat vragen ingezonden. En ik ga daarvan een paar vragen benoemen en daarna ook nog alles vertellen over mijn nieuw paard. De vraag die als eerste is ingestuurd is, hoe groot is hij? Nou, hij is 1,67 en hij is pas 4,5 jaar oud. Dus ik verwacht dat hij nog wel een centimetertje of 1,2 de lucht in gaat. Dus laten we even zeggen, plus min 1,70. Dat is voor een Spanjaard natuurlijk erg aan de maat. Want Spanjaarden zijn vaak niet zo heel erg groot. Tegenwoordig zie je wel vaker voorbij komen dat ze redelijk groot gefokt worden. En ik ben heel erg blij met zijn maat. Want ik ben best wel heel erg lang. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld een Bles, die is maar 1,54. En daarmee sta ik ook niet op. Maar dat komt door haar body. Hij heeft ook heel veel body, dus hij lijkt echt enorm groot onder mij. Omdat ik best wel smal ben. Dus ik vind het wel een hele mooie combinatie en een heel mooi plaatje. Dus ik ben heel benieuwd hoe de combinatie eruit gaat zien ooit een keer op wedstrijden. Want dat is natuurlijk wel uiteindelijk het doel. Wat maakt je dat je verkocht / verliefd op hem werd of was? Werd natuurlijk, want ik ben echt hartstikke verliefd op dit paard. Hartstikke leuk paard. Wat maakt het? Nou, dat is eigenlijk een beetje een raar verhaal. Want ik liep door de stallen en ik kwam eigenlijk voor een ander paard kijken. En hun hadden meerdere Spanjaarden staan. En ik ben eigenlijk lekker aan het lopen door die stallen en ik ben aan het kijken. En er wordt overal wat over verteld. En ik stopte even bij hem en ik zeg tegen mijn moeder, moet je kijken? Ik zeg, deze lijkt een beetje op Nero. En ik zal even een foto van Nero toevoegen hierboven. Hij lijkt er gewoon qua hoofd heel erg op. Nero had nog iets grotere oren. Maar hij heeft een beetje dezelfde verhouding van het hoofd. Best wel groot. En dan dezelfde soort ogen erin. En dan datzelfde roze vlekje op zijn neus. Maar hij, ik zeg, er zijn heel veel Spaanse schimmels. Maar toch had hij een beetje diezelfde blik in zijn ogen. En die liet mij even gewoon stilstaan, even naar hem kijken. En toen vroeg ik ook zo van, joh, is deze ook te koop? En wat is dit dan? Zeg maar, wat is dit er voor een? En toen klonk eigenlijk alles wel in het plaatje wat ik zocht. Maar eigenlijk ook niet, want ik zocht eigenlijk geen Spanjaard. Maar goed, hij is er toch. Ik vond hem eigenlijk al gelijk wat weg hebben van mijn oude paard. En zijn lieve ogen. En hij had ook een heel grappig karakter. Heeft hij nog steeds trouwens. Maar toen ik hem voor het eerst zag, had hij een heel grappig karakter. De eerste keer op de poetsplaats stond hij gelijk met zijn lip zo. En toen stond ik een beetje zo te doen. Toen deed hij gelijk een soort flamen. En hij is heel, heel gezellig. Het is een heel gezellig en grappig paard. Dat viel mij gelijk op. Dat ik dacht, jij bent echt wel heel erg lief. Hij was er nog niet zo heel erg lang. En het was volgens mij de tweede of derde keer dat hij daar gereden werd. Want de ruiter was een keer ziek daar. En ze moest een keer wennen. Het was een verkoudheidje. En zo ging dat een beetje rond. Dus uiteindelijk was het de tweede of de derde keer daar dat hij daar werd gereden. En voor een jonge hengst. En hij was eigenlijk super braaf. En toen dacht ik, dit is helemaal niet slecht. Weet je, ik schrok een keertje. Maar ja, goed. Blijft een jong paard. Maar hij was, eigenlijk heel erg braaf. Toen ben ik er gelijk eigenlijk ook maar opgegaan. Heel even, heel kort. Maar dat voelde eigenlijk gelijk wel heel erg goed. Er zit nog wel heel veel werk aan. Hij is nog heel erg groen. Maar het was wel heel erg, het voelde wel gelijk goed. Oh ja, voor de mensen die niet weten wat groen betekent. Je denkt, groen paard. Een groen paard is een jong paard. Of een paard wat nog niet zo heel veel kent. Dus echt dat hij helemaal, dat hij nog heel veel moet leren. Dus dat hij gewoon nog niet zoveel kent. Dus dan merkte hij ook gelijk op een beetje over de hoefslag. En een beetje moeite in de aanleuning. En een beetje traag was die. Maar goed, ik vond het wel een heel leuk paard om mee aan de slag te gaan. En ik zag er ook gelijk potentie in. Maar vooral het eerste wat mij echt opviel aan hem, waardoor ik verkocht was, was echt zijn lieve karakter en zijn lieve ogen. Dus dat maakte mij echt wel de doorslag dat ik dacht van, goh, je bent lief en braaf en je hebt potentie. Dus dat deed hem echt wel voor mij. De volgende vraag is, ga je erop rijden?
Ja, dat is wel de bedoeling, ja. De bedoeling is wel dat ik erop ga rijden. Want ja, daar heb ik hem wel voor gekocht, voor uiteindelijk wedstrijden ermee te gaan rijden. Dus dat is wel de bedoeling, ja. Even een kleine onderbreking in mijn video. Want mijn moeder kwam binnenlopen, dat gebeurt wel eens. Maar ga je erop rijden? Dus ik zei ja, ik wil wedstrijden gaan rijden. Daar was ik. Maar ja, het plan is daar ooit een keer wedstrijden mee te gaan rijden. Maar eerst verder op te gaan leiden. Kijken hoe hij het gaat doen. Of hij het überhaupt wel leuk vindt om met mij aan de slag te gaan. Of een combinatie kunnen worden. Maar het is wel in de toekomst het idee dat we ook wedstrijden gaan rijden. Dus inderdaad gaan rijden. De volgende vraag is... Is het een springpaard? Nee! Nee, het is een Spanjaard. Een Spanjaard kan echt wel een sprongetje doen, maar dat is geen springpaard. Hoe laat je hem wennen? Ja goed, Rio is natuurlijk een hengst. En hengsten die zijn over het algemeen wel wat heftiger. Vaak, niet altijd, wel vaak. Hoe laat ik hem wennen? Nou ja, ik heb hem eerst gewoon natuurlijk gewoon in zijn stal gezet met lekker veel voer. Dat hij een beetje afleiding heeft van de omgeving. En ik neem hem veel mee naar buiten. Ik laat hem veel zien over het terrein. Ik doe aan grondwerk, dus ik doe aan het begin heel veel grondwerken. En hij was van zichzelf eigenlijk heel relaxed. Dus ik heb niet echt het idee dat hij heel erg moet wennen. Maar hij is eigenlijk gewoon heel chill en heel oké. Dus ja, hoe laat je hem wennen? Ik doe eigenlijk niet veel anders dan dat ik met mijn eigen paarden doe. Ik geef hem alleen wat meer tijd. Dus ja. Maar ik doe voornamelijk heel veel grondwerken om hem echt aan mij te laten wennen voornamelijk. En ik moet vooral heel erg aan hem wennen. Het is toch weer een hengst. En hij is toch best wel... happerig en in your face en een beetje dominant. Maar hij is wel heel erg grappig en lief. Maar ik moet daar wel weer echt even aan wennen. Vooral weer een jong paard en een jonge hengst. Dus ja, we doen heel veel grondwerk om elkaar te leren kennen. Dus zo laat ik hem eigenlijk het meeste wennen. En ja, voor de rest doet het eigenlijk zichzelf allemaal wel een beetje leiden. Dus ja, niet echt een specifiek ding. Ik doe eigenlijk gewoon mijn ding. Wat zijn je doelen met Rio? Mijn doelen, nou ja, is sowieso een combinatie worden. En lekker gewoon genieten van elkaar uiteraard. Ik zou het leuk vinden in de toekomst wel hem echt op te gaan leiden als een wedstrijdpaard. En ja, gewoon wat wedstrijden mee gaan pakken en naar een wat hoger niveau komen. Dat heeft er wel potentie voor. Maar gewoon het opleiden van en kijken hoe ver het ons brengt. Maar een wedstrijdje, dat is echt wel, dat zijn wel de doelen om dat te gaan doen. Wat ga je met hem doen later? Nou ja, wat eigenlijk precies hetzelfde. Wedstrijdjes. En misschien als hij slim genoeg is. Niet elk paard vindt het leuk of snapt het. Vrijstressuur doen. En dan misschien eventueel meenemen naar de demo's en de shows. Misschien is dat ook nog wel iets om over na te denken om te gaan doen. Het lijkt me nog wel leuk. De vragen komen ondertussen nog steeds langzaam binnen druppelen. Dus wie weet krijgen we nog even nieuwe vragen van jullie binnen. Ik ben namelijk dit al aan het opnemen. Even kijken, het staat nu pas 36 minuten online. Maar ik dacht, er komen wel zoveel vragen binnen. Dat ik dacht, nou ja goed, ik ga voor vast wat vertellen en wat opnemen. Want ik moet vandaag ook een beetje opschieten. Dus ik dacht, ik begin vast met opnemen. Maar als ik even wat over hem moet vertellen. Nou ja, Rio is dus een PRE. Hij is een goedgekeurde dekhengst. Hij is APTO goedgekeurd, dat is bij het stamboek. Nou ja, wat ik net al vertelde, hij is rond de 1,68. Hij is 4,5 jaar oud. Hij is enorm grappig, wat ik net al uitlegde. Hij is erg lief. Mijn doelen zijn dus wedstrijden rijden. Hij heeft nog overal van die appeltjes. Hij is nog redelijk donker. Hij heeft hele lange manen. Zijn voorpluk mag even iets meer worden. Het is nog een poefje. Maar het is wel veel hoor. Maar het is wel kort of zo. Maar wel een poefje. Vergeleken met zijn manen. Zijn manen zijn ook echt over zijn schouder. Het is echt heel erg mooi. En ja, hij heeft heel veel talent. Zijn broer is wereldkampioen op het ziekap geworden. Dus dat is wel een positief iets. En zijn opa en zijn vader. Dus dat is, zit in een lijn van kampioenen. Opa is een hele bekende. Dat is digitaal. Voor de PRE-kenners onder ons. Die zullen jullie eerder herkennen dan papa. Terwijl papa ook echt heel erg goed papier heeft. Maar ja, hij heeft echt top papier. En hij heeft maat. En hij is knap. En hij heeft potentie. En hij pakt ruimte in zijn gangen. En dat doen heel veel Spanjaarden. Zijn natuurlijk heel erg dit. En heel erg maaien. En hij doet wel een beetje maaien. En een beetje knie. Maar hij pakt wel heel veel ruimte naar voren.
Dus als hij straks wat meer balans krijgt en rustiger wordt, verwacht ik echt wel dat hij voor de dressuur een heel goed paard gaat zijn. Hij heeft wel een hele goede galop. En de meeste PRA's hebben vaak wat moeite in zijn stap. Maar hij stapt ook echt wel heel erg goed. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij met zijn potentie. En ik ben heel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. En terwijl de vragen binnen druppelen, ga ik eventjes een filmpje van hem laten zien. Want voor degenen die mij niet op Instagram volgen, zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Ik zal wat foto's toevoegen en een videootje. Het videootje komt wel rechtop te staan, want het is een reel. Dus misschien een beetje irritant kijken, maar dan hebben jullie even een idee van hoe die is. Dus voor degenen die hem nog niet hebben gezien, veel kijkplezier en geniet er vooral van, want hij is heel knap. Genoten van de video. Ik heb even een pauzetje genomen tussen de video door. Ja, voor jullie maakt dat helemaal niks uit, want jullie kijken gewoon één keer door. Maar ik heb even een pauzetje genomen van een uurtje. En er zijn weer nieuwe vragen binnengekomen en ik benoem daar nog even vier van. De volgende die binnen was gekomen was hoe oud Rio is. Nou ja, Rio is 4,5. Dat heb ik eigenlijk al verteld. Hij wordt in mei wordt hij 5 jaar. Nog een vraag is waarom wou je hem kopen? Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde van waarom ben je verliefd op hem? Waarom wou je hem kopen? Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuw paard. En waarom? Want je denkt, nou, je hebt toch al zoveel paarden. Ja, dat klopt. Er zijn er natuurlijk een aantal paarden die ook wat ouder worden tegen de tijd. En een paar paarden waar of geblesseerd zijn. Of paarden zoals bijvoorbeeld een Bles, die gewoon nog heel lang de tijd nodig heeft om te landen voor zichzelf. Dus ik zocht eigenlijk een nieuw paard die kan opleiden voor wedstrijden. En eigenlijk wou ik een KWPN'er. Maar dat is niet gelukt. Dus waarom wou ik hem kopen? Nou, ik was eigenlijk echt op zoek naar een nieuw paard. En waarom ik hem wou kopen is dat ik eigenlijk gelijk weg van hem was. Dus toen ben ik maar gelijk voor een PRA gegaan. Dus KWPN'ers zijn toch niet helemaal mijn ding. Ik krijg nog een keer de vraag hoe oud Rio is. Rio is 4,5. Nog een vraag is, wil je jonge paardencompetitie met hem gaan starten? En daar het antwoord op is nee. En waarom? In de jonge paardencompetitie gaat hij gewoon buiten de boot vallen. Zo simpel is het. In de jonge paardencompetitie is eigenlijk alles KWPN bijna. Eigenlijk sowieso wel. Dus als ik dan met mijn PRA in één keer ertussen kom, dan valt hij gewoon buiten de boot. Wordt hij anders beoordeeld. En het zou wel cool zijn. Maar ik ga mezelf tussen haakjes af laten gaan voor in iedereen's ogen. Dat klinkt misschien heel rot hoe ik dat zeg. Maar de PRA wordt gewoon nog niet zo gewaardeerd als een KWPN'er. Dus dat ga ik zeker niet doen. Wat is zijn ervaring qua rijden? Nou ja, laten we zeggen, hij is zadelmak. Zadelmak betekent stap eraf galop en een beetje nageven. Maar nog wel heel wiebelig en heel veel balans krijgen. En hij is dus echt gewoon zo groen als gras. En zijn niveau is zadelmak. Dus wat is zijn ervaring qua rijden? Eigenlijk bijna geen. Dus ik moet hem echt helemaal naar mijn eigen handen gaan zetten. En dat vind ik wel erg leuk. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik hoop zo dat ik wat vragen heb kunnen beantwoorden. En misschien wil ik wel een deel 2 gaan maken over vragen van Rio. Maar dan ook misschien nog andere vragen over mijn andere paarden. Of over de stal, of over mij. Dat er nog even een nieuwe Q&A wordt verwerkt in een andere vlog. Dus dat is misschien nog wel een leuk idee. Dus wil jij nou jouw vragen in mijn video's? Doe mij even toevoegen op Instagram, even volgen. Dan kan je in mijn stories in de gaten houden wanneer ik dat ga doen. Of plaats een leuke vraag hieronder in de comments. En dan beantwoord ik die misschien ook wel in een nieuwe video. Zet er dan even bij voor eventueel een nieuwe video deze vraag. Dan weet ik dat ik in ieder geval de vraag moet beantwoorden in de video en niet zo onder de comments. En dan hoop ik dat jullie hem heel knap vinden. En ik wil eigenlijk ook wel weten wat jullie van hem vinden. Dus laat dat ook even weten in de comments. Geef dan ook even een duimpje omhoog. Vergeet niet op abonneren te klikken. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de nieuwe vlog.